Wauw, kijk eens, ze zijn super schattig samen. Ze hebben zelfs een kind samen. Zijn ze niet het perfecte koppel? Ja, dat vind ik ook. Hey, Hanna, wij zijn ook een koppel. Zullen wij ook YouTube-video's gaan maken? Huh? Maar dat kunnen we toch niet doen? Ik bedoel, ik heb al een YouTube-channel met Julian. Dat kan ik toch niet zomaar doen? Nou ja, ik weet niet. Het zou toch wel leuk zijn? Ik bedoel, je hoeft toch niet per se alleen maar video's te maken met hem? Ik denk dat je daar wel gelijk hebt. Op zich kunnen we ook wel samen video's maken dan, inderdaad. Oh man, ja, dat is superleuk. Ik film jou wel. Laten we een roomtour doen, oké? Okay? Oké, is goed. Hé, huh? Wat zijn jullie daar aan het doen? Julian, laat ons met rust. We willen gewoon wat privacy, oké? Okay? Huh? Ik hoorde iets over video's. Ga je nu nieuwe video's maken op YouTube? We hadden toch samen een YouTube-channel? Ga je nu met Filip nieuwe YouTube-video's maken? Kan niet. Anna, als je dat gaat doen, dan schop ik je eruit. Wat? Waarom schop je me eruit? Jezus, Julian, mag ik niet eens één video met Filip maken? Oh man. Nou ja, je moet gewoon gedediceerd zijn aan mij. En als dat niet zo is, dan wil ik het niet. Hé, hey, Julian, ik hoorde dat jullie zouden stoppen. Mag ik dan de nieuwe zijn? Ja, jij bent dan de nieuwe. Jij gaat met mij hosten, oké? Oké, Emma, wij gaan nu samen YouTube-video's maken. Niet meer, Hanna. Oh, wauw, ik kan het niet geloven. Ik wou al heel lang YouTube-video's met je maken, Julian. Nou, dat is opgelost. En dan kunnen we dus nu ook gewoon filmen. Ja, dat lijkt me wel. Wel jammer dat Julian ineens geen video's meer wil maken. Nou ja, dat is erg voor hem. Laten we gaan filmen. Oké, ik heb hier een videocamera en dan kan ik jou lekker filmen. Doe maar een roomtour. Oh wow, een roomtour. Dat is wel superleuk. Nou, kijk eens. Ik heb hier een hele mooie kamer. Ja, praat wat harder en kijk in de camera, oké? Nou ja, kijk eens. Ik ben Hanna Vogel en dit is mijn kamer. Zie je hoe mooi en roze die eruit ziet? Ja, oké. Ik vind het helemaal niet leuk. Je kunt een beetje ophouden. Julian, we hadden toch al besloten dat ik niet meer video's met je zou maken? Nou ben je nu weer boos. Nou, ik heb ook nog iets nodig om video's mee te maken. Dus ik neem jouw tablet en computer maar mee. Wat? Jeetje, Julian, je maakt hier echt heel goed gebruik van, of niet? Oh man, en hij wil mijn tablet nu ook hebben, alleen maar omdat ik geen video's meer met hem maak. Nou ja, Hanna, word er maar niet te boos over. Ik bedoel, het is niet zo erg. Maak je maar geen zorgen. Nou ja, ik vind het gewoon super irritant dat Julian altijd boos wordt en daar misbruik van maakt. Maar ja, jeetje, laten we maar gewoon verder gaan met de roomtour, inderdaad. Ja, laten we dat doen. De roomtour is veel leuker dan focussen op deze negativiteit. Ja, inderdaad. Ik ben ineens vergeten waar ik was. Oké. Nou jongens, dit is dus mijn kamer. Super leuk, super veel bloemetjes en super veel roze patronen. Echt heel meisjesachtig. Vind je het niet super leuk? Hanna, hey, hoe gaat het met je? Wauw, wat toevallig dat ik hier tegenkom. Oké, Philip, Kat. Ach, Tessa, wat doe jij nou hier? Waarom ben je hier? Dit is mijn huis. Oh, Philip, jij bent ook hier? Oh, dat ik even niet door hoor. Sorry, kunnen we even onder twee ogen spreken? Ik wil even alleen Hanna spreken. Mijn favoriete nicht, kan je me alsjeblieft met iets helpen? Wat? Ik moet jou met iets helpen nadat je me zo lang gepest hebt? En we zijn geen favoriete nichten, we zijn wel familie, maar ik mag jou niet en jij mag mij niet. Ja, oké, maar Hanna, ik heb niemand anders waar ik dit aan kan vragen. Alsjeblieft, kan je me helpen? Met wat moet ik je helpen? Wat is er zo belangrijk dat je het aan niemand anders kan vragen? Ja, weet je jongens, het klinkt best wel persoonlijk. Laat ik maar weggaan, inderdaad. Hanna, ik zie je later nog wel. Ja, dat is goed, Philip. Oh jeetje, zie je? Je hebt Philip nu ook weggejaagd. Nou ja, het is heel belangrijk. Alsjeblieft, kun je me helpen? Ik zit in een friendzone en ik wil dat je me helpt eruit te komen. Wat? Hoezo zit je in de friendzone? Vind je iemand leuk? Wat? Wie is het? Nou ja, ik kan niet vertellen wie het is, maar ik zal het wel laten zien. Oh, oké.
Nou, je weet dus niet wat je moet doen. Ik heb inderdaad al 2 vriendjes gehad, dus ik kan kijken wat ik hoor kan doen. Oh, heel erg bedankt, Hannah. Ik heb echt je hulp nodig. Ik wil echt heel graag uit de friendzone. Nou, oké, is goed. Ook al heb je me zo vaak gepest en verkeerde dingen gedaan, ik zal je wel helpen. Huh? Oké, laten we als eerste gaan kijken hoe die eruit ziet. Moet je eerst naar hem toe gaan, zodat ik je kan helpen, inderdaad. Oké, we zijn er. Als het goed is, moet hij hier ook zijn. Oh, wauw, het is super druk hier. Wie is hij? Is hij die jongen op die bank daar? Ja, dat is hem. Dat is Aaron. Ik vind hem echt heel leuk. Ach, alsjeblieft, kun je me helpen? Ja, komt goed. Hi, mevrouw Schulig en meneer Schulig. Oh, hallo Hannah. Oh, hoe gaat het met de baby? Oh, het gaat goed. De kleine is al bijna een paar maanden oud nu. De kleine? Weet je het geslacht al? Hannah, we zijn hier bezig met mijn jongen. Kan je niet letten op mevrouw en meneer Schulig? Ja. Nee, ik zal je helpen. Maak je maar geen zorgen. Hey, Tessa, bro. Wat doe jij hier nou? Hey, geef me een visbam. Auw, waarom doe je dat nou? Waarom sta je me op mijn schouders? Ach, dit is wat ik bedoel. Ik zit super erg in de friendzone. Ik kan het niet geloven. Wauw, hij noemt je bro's. Is inderdaad erg friendzoned. Hey, jij bent de nicht van mijn bro, hè? Hey, kijk eens. Nou, is dat je nicht? Dat is waar, toch? Ja, dit is mijn nicht Hannah. Ja, wij zijn, familie. Overduidelijk. Hi, aangenaam. Ik ben Hannah en jij bent Aaron zeker. Ik heb veel van je gehoord van Tessa. Oh, man. Wat is hier aan de hand? Uit de weg. Oh, wauw. Die is nogal raar, hè? Of niet, bro? Waarom noem je me telkens bro? Ik ben een meisje. Ik ben geen bro. Oh, whatever, bro. Als je het niet leuk vindt dat ik je bro noem, je bent toch mijn bro. Moet ik je anders noemen? Ah. Nou ja, wat moet ik nou doen? Hij heeft gewoon niet door dat ik een meisje ben of zo. Oh wauw, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik kan niet geloven dat hij echt denkt dat je zijn bro bent. Dat is echt raar. Oh man, Aaron, ik wou je iets vragen. Wil je misschien de handtassen kijken bij mij? Handtassen? Waar heb je een handtas voor nodig, bro? Wil je niet gewoon nu voor een rugzak? Dat is toch veel mannelijker? Ik ben geen man, dat is wat ik probeer uit te leggen. Ik wil gewoon een leuk handtas. Hey, jij bent een meisje. Wil je misschien handtas kijken of zo? Aaron, dat vroeg Tessa net aan jou. Heb je echt niet door dat ze een meisje is? Oh man, ik kan het niet geloven. Wat is er nou aan de hand met deze jongen? Wauw, dit is nog erger dan ik dacht. Ze is niet eens friendzoned, ze is gewoon brozoned. Kijk eens, vind je deze niet leuk? Bro, waarom zou je zo'n tas nodig hebben? Omdat ik een meisje ben, Aaron. Heb je het nog steeds niet door? Nee, wat doet een bro met zo'n tas? Die tas is veel beter voor dit meisje hier, je nicht. Kijk, veel leuker voor haar. Oh, wauw, dankjewel, Aaron. Ik kan niet geloven dat je dat zomaar zegt. Bro, ik denk niet dat het juist tas voor je is. Laten we gewoon een handtas zoeken. Een rugtas zoeken bedoel ik. Man, ik kan het niet geloven. Ik word nu echt boos. Waarom noem je telkens bro? En waarom ben ik... Waarom noem je me de hele tijd naar een jongen? Ik ben helemaal geen jongen. Ik snap niet wat ik hiermee moet doen. Oh man, Tessa. Ik weet dat je altijd gemeen tegen me bent. En dat ik niet boos zou moeten worden. Maar dit is echt hilarisch. Hey, je bent mijn beste vriend. Kom op, maak je geen zorgen. Ik doe dit niet om je te pesten. Ik wil gewoon het beste voor je. Ik ben toch niet je beste vriend? Ik ben niet eens een vriend. Ik ben een vriendin. Wat? Waarom doe je zo? Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar je bent best wel knap. Wil je een keertje uit? Oh man, Tessa wordt echt dik gefriendzoned hier. En hij vraagt me ook nog eens mee uit. Anders laat maar. Je bent de nicht van mijn bro. Dat kan ik niet doen. Oh,
weet je, ik ga even Tessa halen, oké? Okay? Wacht jij maar hier. Oh nee, ik haal hem wel. Maak je maar geen zorgen. Oh man, het is super druk hier. Hey, zie ik daar mensen die ik ken? Oh ja, volgens mij is dat het nichtje van Julian. Oh man, ik kan gewoon niet geloven. Waarom realiseert hij gewoon niet dat ik een meisje ben? Tessa, oh god, het is veel grappiger dan. Het is eigenlijk veel grappiger dan ik het zou moeten vinden. Hey bro, je bent mijn beste vriend. Kan je alsjeblieft niet zo boos doen? Adam, voor de laatste keer, ik ben geen bro. Ik ben een meisje en ik vind je leuk. Alsjeblieft, doe normaal. Wat? Bro's kunnen elkaar niet leuk vinden? Wat is dat nou? Ik ben niet eens een meisje. Oh mijn god, hij heeft het gewoon niet door. Ik ben er helemaal klaar mee. Hey, body slam. Adam, waarom doe je dat nou? Dat doet hartstikke veel pijn. Nou, nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik had niet gedacht dat karma er zou raken.